Christine Komijn. Ik ben schilder, kunstschilder. En wanneer ik daarmee begonnen ben, ja, ik schilder al heel mijn leven. Zover of dat ik mij herinner, ben ik al aan het schilderen. Schilderen is voor mij eigenlijk een behoefte. Het is een levensnoodzakelijk iets om mij te kunnen uitdrukken. Het is als spelen voor een kind eigenlijk. Ik noem het nog altijd een beetje spelen. Spelen met kleur, spelen met licht, met vormen. Het is iets waarin dat ik mij kan verliezen en waar dat ik mij volledig kan in uiten. Het is echt heel belangrijk voor mij. Zie je eigenlijk het best hoe ik een schilderij aanzet. Dus er stond een heel eenvoudige lijntekening, een potloodtekening op van dat gezichtje. En ik heb met een soort huidskleur die ik vooraf gemengd had, en met veel water één grote vlek op het doek geschilderd. Je ziet hier nog de zijkanten en de beweging van de borstel. Mm-hmm. En dus ik overschilder heel het gezicht en vanuit die ene vlek ga ik dan verf en water wegnemen met een spons of een doek. En daar komt het gezichtje dan uit tevoorschijn. Ik schilder voornamelijk vrouwengezichten. Ik werk met modellen, maar ik maak daar foto's van, dus ik werk met foto's. Ik doe fotosessies hier in mijn atelier met de modellen die ik zelf gekozen heb. En aan de hand van die foto's maak ik dan mijn schilderijen. En waar vindt u die modellen dan? Ja, dat kan overal zijn. Als ik iemand ontmoet op straat of bij de bakker of op restaurant, dat kan overal zijn. En ik zie een jonge vrouw die iets heeft wat mij aantrekt. Het is moeilijk te omschrijven wat dat is. Ik noem het een mystiek. Dan stap ik naar haar toe en dan vraag ik haar of ze voor mij zou willen poseren. En tot nu toe hebben ze al allemaal ja gezegd. U schildert niet alleen, u speelt ook nog eens mooi piano, zeg. Well, ik probeer het althans. Dat is een van de dingen die ik heel graag doe. En voor mij is dat een perfecte aanvulling bij het schilderen. Om ja, tussendoor eens mijn hoofd vrij te maken en mij te concentreren op iets anders. Mijn project waar ik nu mee bezig ben, ik werk voor een tentoonstelling in augustus in Knokke. En mijn thema is klonen. Dus ik maak van één gezicht zoveel verschillende schilderijen. En de bedoeling is om aan te tonen dat als je schildert, dus met de hand, artisanaal, dat je altijd je emotie van dat moment erin legt en dat je er niet in slaagt om twee keer identiek hetzelfde gezicht te schilderen. Dus het is geen fotografische reproductie of wat dan ook. Dus je legt er je ziel in en dat is telkens anders. Als we deze drie portretten zien, is het uw ziel die we hierin zien of de ziel van het model? Ik denk op de eerste plaats mijn ziel. En ook een deel van haar, zeker een deel van haar. Want het model is voor mij heel belangrijk. Zij is mijn inspiratiebron. Zij bepaalt ook in welke sfeer ik het schilderij ga maken.
Is ze uitdagend en frivol? Of is ze heel ingetogen? Of is ze heel bedeesd of teruggetrokken? Dat bepaalt ook wel voor een deel de kleurkeuze enzovoort. Dus het is wel, ik heb er nog nooit zo over nagedacht, maar nu u het zegt, het is eigenlijk de emoties van twee mensen die in één gezicht samenkomen. Ja. Ergens ben ik wel altijd op zoek naar schoonheid. Ze stralen niets uit, ze zijn jong, ze zijn allemaal jong, dat is een feit. Ik probeer er ook mooie gezichten van te maken. Vaak maak ik ze ook nog mooier dan ze al zijn. Schoonheid op alle vlakken dan, niet alleen qua uiterlijk, maar schoonheid is voor mij een levensnoodzakelijk iets. Waarom jonge meisjes? Is het ook de jeugd die u aantrekt? Het is zeker ook de jeugd die mij aantrekt en het fragile ervan, het kortstondige. Het is zo vluchtig en als ik het kan vastleggen op doek, dan heb ik zo precies het gevoel dat ik greep heb op de tijd. Wat natuurlijk niet waar is, het is een illusie, maar als ik het op doek kan vastleggen, heeft mij dat ook een gevoel van controle te hebben op die dingen. Dus ik ben constant op zoek naar schoonheid. Ja, en ik probeer dat dan echt in mijn schilderijen te leggen, als boodschap ook, omdat ik ervan overtuigd ben dat schoonheid naar de toeschouwers ook, dat dat rust geeft en dat dat mensen kan gelukkig maken.